Dit zijn twee elektroheaters op 230 volt die wij verhuren. Dit is de krachtige elektroheater. Deze heeft 3 kilowatt, vraagt hij. Dat is gewoon stekker in stopcontact en dan doet hij het al. Het heeft even tijd nodig, want de gloeispiraal moet natuurlijk worden opgewarmd. Dit is een elektroheater, iets een lichtere, maar hij is 2,4 kilowatt. Het voordeel van deze is, die kun je ook nog in warmte stellen. Die kun je achter instellen. Dit is de schakelaar. Als je die onder indrukt, dat is voor ventilatie. Dus dan geeft hij alleen maar koude lucht. Drukt u deze knop bovenin, dan gaat hij verwarmen. Dan warmt de gloeispiraal op. Deze draaiknop, daarmee kunt u de hoeveelheid warmte bepalen. Deze elektroheater vraagt 3 kilowatt, dat is veel vermogen. Dus heeft hij een groep, 16 ampère, dan mag je niet nog meer toestellen op dezelfde groep aansluiten. Het beste is, als je deze heater gebruikt om rechtstreeks de stekker in het stopcontact te doen, wilt u het toch verlengen, dan moet u echt een dik verlengsnoer gebruiken, 3 x 2,5 mm. Daar kunt u dan het beste de even bij huren bij Leemerij Vrier. Dus het is wel belangrijk om het verlengsnoer uit te rollen om warmtewerking te voorkomen.